Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend. Ik ben Sarah de tas aan het klaarmaken. Dan gaan we naar school, dan gaan wij via de auto naar een garage brengen. Die heeft de APK. Dus dat moet ook even gebeuren. Dus we gaan zoals altijd even opschieten. Het is vandaag dus 1 april en ik ben onderweg naar de garage. Maar ik lig helemaal in een schurmde radio. Echt de raarste nieuwsberichten. Die komen voorbij. En er zijn natuurlijk allemaal echt mensen die dit soort dingen gaan geloven. Het is ondertussen trouwens echt heerlijk weer. En dat weer voor april. Wel weer de laatste dag. Morgen wordt het weer slechter weer. Dus dat is wel weer echt jammer. Mark is bezig in de slaapkamer klussen. Dus dat is echt één grote chaos daar. We zijn nog aan het wachten tot we wat van de garage horen. Dus daar kan ik ook de auto oppikken. En ik ben alleen maar aan het rennen en vliegen vandaag. Ik mag echt geloof ik over een kwartiertje al in de school. Overblijven heb ik ondertussen wel al gedaan. Ik heb me echt kapot gelachen. Ik heb geloof ik 20 keer gehad dat mijn veter los zou zitten. 3 spinnen in mijn haar. Er waren 5 kinderen gevallen met een gebroken been. En zo kan ik nog verder gaan. En echt, nou, die lol die de kinderen in hebben, echt, ik vind het helemaal geweldig. Dus volop in meegegaan. We hebben ook nog met de hele klas een grapje gemaakt. Ze hebben zich allemaal verstopt toen de juf kwam. Nou, echt, die pret die de kinderen hebben, dat maakt gewoon heel je dag goed. Dus we zijn weer thuis en ik moet zo de boog schoonmaken. Maar we gingen net met een paar kindjes uit de klas en de mama had heel gezellig eerst een ijsje eten. Was gezellig, hè? Monster. En ik ga boven even schoonmaken. En er is weer een stukje gedaan. En nu weer afwachten wanneer de wit is. Deze is zo vervelend. Je bent zo vervelend met die andere kindje. Oh. Ik ga je gewoon in Gietela. Maar goed. Even kijken wanneer het weer verder kan allemaal. Maar voor nu even dan schoonmaken en dit stuk is in ieder geval weer af. Maar we hebben het gewoon elke keer zo druk dat het niet elke keer lukt. En er is in ieder geval hier een heel stuk allemaal gegipst en andere leidingen erin. Dat wordt nog allemaal weggewerkt. En hier moeten we nog bij, dus dit is nog open. En ook bij het raam moet het allemaal nog afgemaakt worden. Ik ben al heel de avond druk bezig, maar ik zit heel de tijd met iets in mijn hoofd. Sarah kwam vandaag met deze thuis. En die vinden we heel leuk. Het is een marsvrouwtje. Ik vind hem een beetje op een robotje lijken, maar doet er niet toe. Hij is gewoon heel erg leuk. En die wilden we dus wel een soort blijvend plekje in huis geven. Maar hij is vrij dik, dus in een gewoon lijstje dat gaat niet. Maar zonder glas, ja, ik denk dat hij eruit gaat zakken of ook niet echt heel erg mooi blijft. Dus ik moet even iets verzinnen. Wat we er dus mee kunnen doen, wat wel blijvend is, maar ik kom er gewoon niet uit. Ja, ik moet er gewoon over na blijven denken. Heeft een van jullie een idee? Laat het hieronder even weten. Misschien heb ik dan in de tussentijd wel iets verzonnen, maar anders heeft er misschien iemand een geniaal idee. Dat zou helemaal leuk zijn. Voor nu ga ik in ieder geval lekker mijn bedje. Zo, en het is vandaag dinsdag. Ik sta straks naar school. Ik ben nu nog een ontbijtje aan het eten. En dit heb ik zelf uitgekozen. Poes onder shitje. En we zijn weer eens op tijd klaar voor school. Zijn ze de schoentjes aan het aandoen. Ja. Maar we hoeven pas over een paar minuten weg. Dus we hebben tijd over. En daar ben ik blij om. Ik heb vandaag deze panterprintblouse aan van Envy. En mijn camera wil niet scherp stellen. En deze high-waisted jeans van Friends Connection. En even het laatste spulletje Sarah de tas doen en dan kunnen we zo gaan. Ik ben ondertussen maar weer begonnen met Sarah's oude speelgoed verder uit te zoeken. Dus ik heb heel veel uitgestald staan waarvan ik weet dat het al weg mocht. En dat ga ik ook allemaal voor de verkopen, want dan krijgen ze gewoon centjes voor nieuwe dingen. En Sarah komt zo tussendoor ook nog heel even langs. Ik heb zo nog even 3 kwartier dan voordat ik Sarah moet gaan ophalen, zeg ik. Ja, het is nu nog een uurtje, maar ze is onderweg. Weet jij hoeveel jaar het maakt dat ik 5 ben geweest? Hoeveel jaar wordt dit dan? 7. Nee. Oh, 10. Nee. 12. Nee. Ik ga het zeggen. Tussen de 1. Tussen de 1 en de 7. 4. Nee. 3. 4 en 3 ben ik al geweest. Oh. Ik ben nu
nu 5. Nou weet ik het niet meer hoor. Het begint met een z, e. Zestien. Nee. Oh, wat dan? Zes. Wat ben je aan het doen? Oh, je bent gewoon aan het filmen. Zes. Ik word zes. Weet jij dan zes? En kijk, gisteren maakten we altijd een grapje dat jij een groene vlek op je neus had. En vandaag kom je thuis met een groene vlek op je neus. Echt zo schattig. Ik wil dus naar bed gaan. Zie ik gewoon dat Sarah heel erg lief een knuffeltje op mijn kussen heeft klaargelegd voor me. Echt zo mega schattig. Maar ik ga me snel klaarmaken voor bed. Even mijn make-up eraf halen en tanden poetsen. En lekker slapen. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Ik ben nog snel mijn naam aan het eten. Ik heb deze blouse vandaag aan en een spijkerbroek. En ik heb deze kleine unicorn en die heeft zo'n leuke blouse en rok aan. En die heeft daar zelf gedaan. Laat maar zien. Ik zie je scrunchie niet. Ja. Ja, eigen creatie is heerlijk. Zo, we zijn er lekker samen. We hebben lekker gegeten, Ivan. Ik ben echt twee zonder elkaar. Maar deze kleine dame die wilde zo graag vloggen. Dat ik hem eigenlijk al etend in mijn gezicht geschoven kreeg. En we gaan zo naar ballet. En ik ben vergeten koekjes te halen, want we hadden altijd met de mama's lekker koekjes. En weet je dat ik morgen bij Jill ga spelen? Ja, je gaat morgen uit school met de vriendin mee. Ik weet niet wat het is, ik moet jou de laatste dagen gewoon heel veel kietelen. Dus, I want a real little pack. Nee, het gaat weer regenen naar buiten. Dat is echt jammer. Vanuit ballet onverwachts even langs een bordje. Sarah wilde de oom heel graag verrassen. Dus daar zijn we nu. En nu hebben ze verzonnen dat ze even gaan oefenen met fietsen. Dat is best wel een paar maanden geleden. Dus ik ben benieuwd of het Sarah nog lukt. Best wel spannend ook nu. Want omdat we onverwacht zijn, hebben we de helmpje ook niet bij ons. Dus we moeten extra goed vasthouden daardoor. Ik zeg wel, ik heb liever dat ze geen gat in de hoofd valt, zeg maar. Maar het gaat best nog wel redelijk na zo'n tijd. Maar ze zijn nu zo snel vooruit. Ik laat het zo zien als ze de andere kant wil opkomen. Nou, je doet het best nog wel goed na zo'n tijd. Pizza. Ja, super mop. Pas op, je rijdt bijna ons aan. Die heb ik wel vastgelegd. Goeie redding. We zijn ondertussen weer thuis en het is heel leuk. Ik ben Sarah aan het leren paprika snijden. Laat je zien. Andersom je mes weer, schat. Ja. Hoe moest het met je vingers? Goed scheef. Heel goed, Karel. Niet te snel willen. Heel goed. Het is zo leuk om dit samen te gaan doen en te leren. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. Ja, ik zeg het goed. Beetje een woensdaggevoel, maar dat is onzin. Sarah is al op school en het is echt heerlijk licht in de ochtenden. Dat is toch wel een voordeel van de zomertijd. Ik ben benieuwd of dat volgend jaar of het jaar daarna nog zo gaat zijn. Maar ik vind het op zich nooit zo heel erg. De slaapkamer is ook een stukje verder. Dat zal ik straks ook nog even snel laten zien. De muur zit helemaal in het gips nu. In ieder geval tot onder. Daar komen nog buizen, dus dat kan nog niet. Nou, Sarah is iets eerder thuis dan verwacht. Die was bij de vriendin Jolie aan het spelen en die is gevallen op de kin. En het is echt een goed bloed, vind ik. Ja, het is een aardige schaafplek.
Dus we zijn nu even lekker aan het knuffelen. Het gaat nu alweer. Net was ze echt heel verdrietig. En we hebben een filmpje te kijken. Oh ja, we zaten een filmpje. Hoe zeekomkommers poepen. Oh, nou wil je het laten zien? Ja. Ja, we zaten even te YouTuben. Oh. Nou, heb je laten zien hoe een zeekomkommer poept? Sarah ligt lekker te slapen. Marco is nog even de deur uit. Dus ik heb een video geëdit. En die ga ik nu laten renderen. Het ging echt heel snel, deze video. Dus dat is echt heel fijn. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik ben Sarah de tas aan het inpakken. We gaan naar school. En ze heeft nu de Emma op school. Dus er moet een mini mee. En deze kleine diva, die heeft, vindt ze, last van de zon met ontbijten. Kijk. Ja. Nog oude van gisteren. Het is een aardige plek. Maar ja, mijn kinderen doen daar heel veel pijn voor elkaar. Ja, kaken bedoel je? Ja. Ja. Je bent ook echt flink gevallen. Maar ik vind je rot ook zo klein en mooi. Die is mooi, hè? Heel de dag al het verkeer tegen. Dus ik voel me echt een beetje gefrustreerd in de auto. Ik ga ondertussen Sarah ophalen. Dan gaan we naar zwemles en dan maar eindelijk weekend. Dus daar heb ik wel zin in. Geen kijkles vandaag, dus dat vind ik wel jammer. Dan zie je het wel van een afstandje, maar toch niet helemaal goed. Ik ben net de hele tijd in huis bezig geweest en nu heb ik niet gefilmd. En soms doe ik het wel, soms doe ik het niet. Maar ik weet eigenlijk niet, vind je dit leuk om te zien? Laat het even weten. Meestal doe ik het wel, zeg maar, stukjes alleen maar erin. Maar ik weet nooit zo goed of dat nou wel of niet leuk is voor een ander. Dus let me know, dan kan ik daar wat mee doen. Het is ondertussen alweer avond en ik was nog even snel een video aan het editen. Die ga ik niet helemaal afkrijgen, maar goed, die staat een stuk klaar. En ik ga lekker op tijd naar bed. Morgen een hele leuke dag met Sarah. En ik wil gewoon lekker energie hebben morgen. Ik heb de vlog een klein beetje verschoven. Normaal, als we een halve week vlog doen, doen we het van maandag tot en met donderdag. Ik heb nu van maandag tot en met vrijdag gedaan. Omdat we morgen en overmorgen best wel veel hebben. Ik denk... Dan komt het lekkerder uit qua vlogtijden. En ook met alles wat we gaan laten zien en doen. Dus ik heb de splitsing even iets anders gemaakt. En ik hoop dat dat wat leuker is. Dus voor nu wil ik deze vlog in ieder geval afsluiten. Bedankt weer voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! En wij zijn helemaal klaar. We hebben vandaag moeder- en dochterdag. Dus heel veel zin in. We gaan winkelen. Zij heeft een hoop nodig. Gaan we allemaal zoeken. Ik ga voor mezelf natuurlijk ook even kijken. Ik heb vandaag dit shirtje aan. De jas met de frietjes van Express. En een high-rise spijkerbroek met gewoon zwarte laarsjes. Ja, high-waist.